FC Dordrecht thuis tegen Jong PSV op een veld dat nauwelijks bespeelbaar is. En misschien daarom gaat het in de beginfase al mis hier in de opbouw bij Jong PSV. Dan de bal wordt opgepikt en is daar Elvin Daniels die 1-0 scoort voor FC Dordrecht. Knappe schuiver, laag, hard voorbij doelman Hidde Jurjes. Nog een keer die bal die bij Daniels komt. En is een knappe goal hoor, in de verre hoek. 1-0 voor Dordrecht. Dat dan doorgaat met Joël Thomas. Die bal wat hard aangespeeld. Dan kan Thomas hem oppikken. En is dit een prima schot. Wegdraaiende bal van Quincy Bogers. En moet Jurjes in actie komen. Dordrecht slechtste nummer 19 in de Super League. 9 puntjes boven Achilles 29. Ze moeten dus wel blijven oppassen. En ze beginnen goed met Daniels weer. Bal naar de buitenkant. Van Wermerskerk een voorzet. Ingetikt van dichtbij. Godé, bal weggewerkt. Maar ondertussen blijft het sneeuwen. En hier pikt Sam Lammers de bal op. Lammers begint op eigen helft aan een solo. Amavor en de Nooier grijpen niet echt in. En dan denkt Sam Lammers, laat ik maar eens schieten met links. Wat een goal zeg. Wat een goal van de man uit Goorlen. Sam Lammers scoort hier een geweldige goal. 1-1. En het is alweer zijn 13e van het seizoen. Overleg dan met de scheidsrechter. En dan wordt er besloten om de wedstrijd stil te leggen. Want er ligt te veel sneeuw op het kunstgras in Dordrecht. En dus krijgen we een extra dwelpauze voordat we verder kunnen met het WK-afstanden. Excuus, voordat we verder kunnen met FC Dordrecht tegen Jong PSV. De wedstrijd wordt dan hervat met de corner. Lammers met de hak. Misschien de ruimte voor het schot bij Van Brugge. Nee. Dan moet daar de actie gemaakt worden door Kenneth Paal. Bal voor en naast gekopt. Gebeurt allemaal dus onder zeer lastige omstandigheden daar in Dordrecht. Dus kun je Alberto het niet kwalijk nemen dat hij de bal naast het doel kopt. Dan gaan we opnieuw dweilen. En is ondertussen grasmeester Jan herbenoemd tot ijsmeester Jan. En als hij het aan de ene kant zo schoonmaakt, vandaar de vertraging in de rust, moet hij het ook aan de andere kant zo schoonmaken natuurlijk met die trekker. En dus beginnen we ook met de nodige vertraging aan de tweede helft. Met Kenneth Verret. En de bal die verlengd wordt, maar niet goed verlengd wordt door Philip Robbins. PSV won dus bij Jong FC Utrecht en maandag van VVV. Maar hier zijn de schapenkoppen weer in de aanval met Daniels voorzet in de handen van Hidde Jurjes. Jurjes terug in de ploeg, net zoals Robbins, Rutmundsson en Verret. Pasveer, Koch, Sinchenko en Bergwijn. We zijn er dit keer niet bij. Dat scheelt nogal eventjes. Maar het Jong PSV dus zonder die wat grotere namen hier wel in de aanval. Sam Lammers had al gescoord. Heeft hier een voorzet in huis. Een heerlijke volley zeg. Deze zit er ook goed in zeg. Matthias Verret. Hij scoort. De Belg met de 2-1. Heerlijke goal. Nou heeft hij ook wel alle ruimte hoor. Maar om zo in één keer met rechts doeltreffend uit te halen. Het is knap. Dordrecht van 1-0 voor, dus nu op 2 en achter. Jurjes komt uit zijn doel. Wat doet Jurjes daar? Nou, hij heeft de bal in ieder geval niet en die ligt nu in het netje. Joël Thomas, de Fransman. Hij scoort met zijn vierde van het seizoen, de 2-2. Mede door de omstandigheden wordt het daardoor wel een bijzonder aardige en zelfs spectaculaire wedstrijd. Met nu dus al 4 doelpunten. En Pascal Jansen, de coach van Jong PSV, heeft ook zijn muts maar opgezet. Lammers dan, Lammers dan. Oh, dat kan er ook nog wel bij. Sam Lammers, wat een lekkere kopbal zeg. Het is alweer zijn vierde in de laatste 3 wedstrijden. Vrij trap, dan Terigo. Lammers op het hoofdje laten vallen in de verre hoek. En zo staat Jong PSV weer voor. Dordrecht dat tot nu toe altijd won thuis van Jong PSV. 2-0 en 4-0. Maar Eindhovenaren nu dus op voorsprong. Dus komt Dordrecht weer met Daniels. Schot geblokt. Dan moet er weggewerkt worden. Dat gaat wat moeizaam door Rosario. En er is ook nu voorlopig het gevaar geweken voor het doel van Jurjes. Gerard de Nooier ziet hoe zijn ploeg opnieuw verliest. Dus ditmaal van Jong PSV. Het wordt 2-3 in Dordrecht.